U kijkt naar de nabeschouwing van Formule I. Jongens, we hebben net een prachtige race gezien. Was genieten, of niet? Ja, ja. Het gebeurt er toch een hoop in deze klas. Ja. We gaan hier nabespreken met Kees van Amstel, Tex de Wit en Alex Ploeg. Want Alex, wat hebben wij nou net gezien? Ja, het begint eigenlijk gelijk bij de start. Dan staat alles meteen op zijn kop. Zullen we meteen even bij de start oppakken? Ja, zeker. De coureurs moesten vanochtend vroeg aan de bak. In tempo wandelden zij naar de start van deze 7e wereldbekerwedstrijd. De monteurs hadden de fiets al klaargezet en ze hoefden alleen van de standaard afgehaald te worden. Dan kijken we naar de start. Ja, een chaotische start. Aad, de gepensioneerde leraar economie van het Calland College, maakte er gebruik van en ging gelijk alleen aan kop. Achterin zien we Ria moeite hebben. Ria was vergeten haar accu op te laden en moest het hele stuk zelf fietsen, waardoor ze uiteindelijk op 17 uur en 49 minuten van de winnaar over de finish gaat. Jongens, dit is al de zoveelste fout van Ria. Even in herinnering, vorige week vergeet ze bij de start de fiets van het slot af te halen. Ik bedoel, als ik de teambaas was van Team Quickiedent, had ik haar stoeltje meteen een ander gegeven. Ja, 2 weken geleden Hongarije was ook niet goed. Ja, en in Monza ook al niet, hoor. Ze heeft dit seizoen nog geen 1 keer in de punten gereden. Tex, even een vraag voor jou. Zou jij hier op het circuit in Heer Hugowaard, als jij Team Westers Original was, zou jij dan hebben gekozen voor harde fietsbanden? Je doelt erop dat je dan sneller lek rijdt. Ja? Nee, dat is koffiedik kijken. Kijk, met Aad hebben ze een coureur die snel overstuurt. Hè? Ja. Helemaal op deel 3 van dit parcours heb je dan geen grip meer. En ook al heb je dan sliks, nee, je gaat gewoon schuiven. En dat leidt ertoe dat je... Ja, scheurtjes in de band. Precies. Ja. Maar ja, ik vind wel dat ze dat in een vrij snelle pitstop hebben ze dat rechtgezet. Ja, dat is waar. Ja, dat ging heel rap. Daar hebben we beelden van. Lekker pot. Oké. Ja, dat duurde al 23 minuten en 18 seconden. Dat is snel. Dat is heel snel. Dat is heel snel. Ja. Even jongens, gaan we de beelden van Ineke en Annie nog bekijken? Ja, we kunnen er niet omheen, maar het is tragisch. Nou, laten we even kijken. Wat een klap, hè? Oh, dit is wat elektrisch fietsen zo gevaarlijk maakt. Ja, het overlijden van Annie was echt de smet op de wedstrijd. Maar jongens, wees eerlijk, die hoge snelheden, het is toch waar je voor kijkt. Hè? Het is topsport. Ja. Nee, dat vind ik ook. Anders zit je te kijken naar bejaarden op een gewone fiets. En dat wil niemand. Nou, dat moet je niet weten. Eindfase van de wedstrijd. En waar iedereen dacht dat Ater met de winst vandoor zou gaan, komt in de allerlaatste ronde Beppie ineens tevoorschijn. Die heeft nog een turbo in haar accu. Ze versnelt, gaat aerodynamisch zitten en met een fotofinish wint zij de race om gelijk door te fietsen naar huis, omdat ze visite verwacht. Dan kijken wij heel even naar de wereldbekerstand. En daarin zien we dat Aad leidt, gevolgd door Annie, die vandaag dus geen punten haalde, omdat hij dus is overleden. En op de derde plaats, nieuw in de top 3, is Beppie. Die komt gewoon de top 3 binnengestroomd. Ja, kijk, Beppie kan Annie nog inhalen. Zeker gezien het feit natuurlijk dat Annie nu dood is. Dus die gaat weinig punten meer halen. Kortom, nog hartstikke spannend binnen de e-bike competitie. Absoluut. Volgende week het straatcircuit van Monaco. Zijn jullie er weer bij? Dat ga ik zeker weten. Ik hoop jullie ook, want dat wordt een spannende race. Verkeersdrempels, stoplichten. Ik kijk er naar uit.